Ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kunnen kijken naar iets dat er niet is. Dit zegt een geëmotioneerde minister Jennifer van Dijk-Silos over de homopedofiliebende die vorige maand is opgepakt voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De bende van volwassen mannen ronselde jongetjes via Facebook en andere sociale media sites en misbruikte hen seksueel. De daders namen verschillende respectabele statussen aan, waardoor het erop leek dat zij belangrijke en kapitaalkrachtige personen in de samenleving zijn. De afdeling Mensenhandel van het Korps Politie Suriname is al 2 maanden met dit onderzoek bezig. Van Dijk-Silos geeft aan dat onze kinderen beschermd moeten worden. Het heeft me echt aangegrepen, hoor. Van die zitte akelige mannen met die kinderen. Je zal ze doodschieten. Ik ben wreder, ik wil ze castreren. En ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is. En lijden, en psychisch lijden, en kapot gaan. Mensenrechten gaat gillen, maar vrijdag ben ik bezig met mensenrechten, dus ik mag dit niet zeggen nu. Maar wanneer we zieke mensen hebben, en we gedogen het, jarenlang, verkrachtingen, met een mantel der liefde bedekken, wanneer de politie, de jeugdige die komt vertellen dat pa hem of haar misbruikt, ook behandeld als een kleine misdadiger, en dat kind schreeuwt, en niet eens weet aan te pakken, dat zijn wij het zelf. Die dit maintainen. En dat is wat me irriteert. En dat is wat me boos maakt. Maar we zullen ook binnen het UNDP-UNICEF-programma deze trainingen ter hand moeten nemen. Dat kunnen we niet langer tolereren. Dat instituten eraan meewerken. We hebben pas nog een paar maanden geleden iets gehad bij de politie. Omdat het aan mijn collega ging. Het is een rotzooi gebeurd en die collega's vrij. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Zij gaf aan dat zij de homopedofiele bende zou willen castreren, zodat ze hun leven lang kunnen kijken naar iets dat er niet is. Hiermee gaf ze haar mening over de groep die de vorige maand is opgepakt voor seksueel misbruik van minderjarige jongens.